Werknemers in de gemeente Duiven zijn verdeeld als het gaat om invoering van een maximale zon- en feestdagenopenstelling. Het college van BMW is voorstander van een verruiming van de winkeltijdenwet. Om te peilen hoe de ondernemers daar tegenaan kijken, heeft de gemeente een enquête onder hen gehouden. En daaruit blijkt dat de animo op het bedrijventerrein aanzienlijk groter is dan in het centrum van Duiven. Waarom wil het college van BMW een verruiming van de openingstijden? Nou, wij hadden een verzoek van de ondernemers op Centerpoort Nieuwgraaf. Dat is de omgeving waar de Magro IKEA gevestigd zijn. Maar ook op Seingraaf, waar Intratuin gevestigd is. Die ondernemers hebben ons gevraagd om verruiming van de winkeltijden toe te staan, ook als de wetgeving daartoe is. En we moeten daarvoor dus een besluit nemen. En dat besluit willen we binnenkort nemen. En daarmee stellen we voor om de winkels gewoon zondags open te hebben. Als de ondernemers dat willen. We hebben ook een enquête uit laten gaan. Er zijn meer dan 100 formulieren uitgegaan. Er zijn zo ongeveer van 120 zo'n 40 teruggekomen. En dan zie je heel duidelijk dat de grote bedrijven op het industrieterrein, die willen wel graag zondags open. Maar in het centrum hier zie je toch dat de ondernemers zeggen, ja, onze vrije zondag gaat er ook mee aan. Dat wil niet zeggen dat men dan open moet zijn, maar men kan het ook onderling regelen. Dus ik denk dat het helemaal past binnen het kader wat wij als gemeente hebben. Minder regels en laten mensen het zelf bepalen. En dat wil niet zeggen dus dat we hier alle winkels open zijn, maar het lijkt me het beste dat de ondernemers dat op elkaar afstemmen. Wat je ook in de enquête ziet is dat bijvoorbeeld de winkeliers, de kruidenierswinkels, dat die wel op zondag open willen zijn. Dat kenden we dus al. Maar dan was er dus een afspraak met elkaar dat men de ene tijd van het jaar was dan de ene bedrijf was open. En was altijd één winkel was er dan op een zondag open. En nu is het zo dat die kruideniers die zeggen, ja, we willen eigenlijk wel elke zondag open. Nou, het beleid is dat wij 12 zondagen per jaar open mogen zijn, de winkels open mogen zijn. Of het moet een hele bijzondere gelegenheid zijn dat men een prijs krijgt. We hebben altijd wat mogelijkheden om daar iets extra's aan te doen. Maar het beperkt zich in principe tot de 12 zondagen per jaar. Ja, normaal gesproken zijn toeristische trekkers een reden om bijvoorbeeld op zondag en feestdagen open te zijn. Hoe is het met toerisme wat dat betreft gesteld in Duiven? Nou, heel goed. Want als je ziet dat wij op ons industrieterrein bij Macro IKEA Intratuin dat wij 4,8 miljoen bezoekers trekken op jaarbasis. Dat noemen we tegenwoordig funshoppen, dat is ook al bijna toerisme. Dat zijn wat onze burgemeester altijd zegt, meer mensen die naar het industrieterrein toe gaan als naar de Efteling. Dus ik denk dat wij als toeristische attractie voor heel veel mensen toch best leuk zijn. En onze toeristenindustrie met hotels en dergelijke komt ook veel meer op gang. Ondernemers op de bedrijventerreinen Nieuwgraaf en Graafstaten kwamen zelf met het verzoek tot maximale zon- en feestdagenopenstelling. Grote zaken als IKEA, Intratuin, Gamma, Praxis en Beter Bed zijn groot voorstander. Ondernemers in winkelcentrum De Elderhof zijn beduidend minder enthousiast. Sommigen stellen dat de huidige koopzondagen al slecht lopen. Zit het winkelend publiek eigenlijk wel te wachten op ruimere openingstijden? Wat ik straks al zei, men mag dus open, men moet niet open. En we hebben hier een vrij sterke ondernemersvereniging. En die kunnen best met elkaar afspreken, bijvoorbeeld dat ze één keer per maand open zijn op zondag. Maar dan kunnen ze het in ieder geval zelf bepalen met elkaar. Ja, jullie moeten dus een besluit nemen, het wordt nog aan de gemeenteraad voorgelegd. Hoe verhoudt zich dat tot het wetsvoorstel wat de Eerste Kamer nu behandelt? Wij spelen daar helemaal op in. Dat wij de verruiming van de wet willen wij hier ook toestaan. Als het wetvoorstel effectief is en dan hebben wij ook de regelgeving daarvoor klaar. En dan kan het meteen ingaan, dan zou het in juli in kunnen gaan. Dus in de zomer al? In de zomer al. De raadscommissie bestuur behandelt het voorstel van BMW over verruiming van de winkeltijden op maandag 6 mei. De Duivense gemeenteraad neemt hierover op maandag 27 mei een besluit. De avond van het referendum over het kunstencluster in Arnhem zal worden opgevrolijkt door enkele dichters. Zij zullen inwoners die op 15 mei in het stadhuis een voor- of tegenstem uitbrengen, verzoenende woorden toespreken. De gedichten moeten betrekking hebben op trefwoorden als ambitie, realiteit en verzoening. De komende weken zal er een selectie uit ingezonden gedichten worden gemaakt. Een 18-jarige inwoner uit Huissen is dinsdag aangehouden omdat hij een taxichauffeur zou hebben beroofd. Toen er op de Van Voorstraat moest worden afgerekend, ging de Huissenaar er met de portemonnee van de chauffeur vandoor. Deze kreeg de 18-jarige na een korte achtervolging wel te pakken, maar moest daarbij wel een klap incasseren. Met hulp van andere taxichauffeurs kon de Huissenaar aan de politie worden overgedragen.
Het dierentehuis Arnhem en omstreken in Velp krijgt er een nieuwe dierenambulance bij. Het asiel beschikt nu nog over 2 ambulances die een groot gebied rond Arnhem moeten bedienen. Een van de 2 is inmiddels hard aan vervanging toe. Een nieuwe ambulance is momenteel in de maak bij een autodealer. Bouwbedrijf BAM Arnhem gaat de komende weken onder het mom van teambuilding met 110 medewerkers het dierentehuis opknappen. Daarna kan het nog 5 jaar mee. Voor de tijd daarna moet dus nog een nieuw onderkomen worden gevonden. De dorpsraad van Elden, gemeente Arnhem, heeft woensdagmiddag met wethouder Gerry Elfring een nieuw contract ondertekend voor het beheer van Park Zuiderveld. Het dorp behoudt daarmee zeggenschap over de invulling van het gebied. Gekozen is voor het realiseren van een fruitboomgaard en het houden van een schaapskudde. Rond de ondertekening van het nieuw contract werden ook de nieuwe schapen geleverd. De dorpsraad is blij met het vernieuwde contract. Heel erg blij. Dus hier hebben we een... We hadden vorig jaar natuurlijk ook al een contract en nu hebben we een nieuw contract. En vooral het feit dat we nu maar 1 euro huur meer hoeven te betalen, omdat wij natuurlijk al het werk doen. Dat klopt gewoon, denk ik. En daarom ben ik blij ermee. Ja. Dat is een mooie voortzetting van waarmee jullie al bezig waren. Ja, want we zijn vorig jaar natuurlijk begonnen. Het eerste jaar met schapen. De fruitbomen staan er al veel langer. Maar vorig jaar is het natuurlijk een heel groot succes geweest. Dus dat konden we gewoon dit jaar wel weer verder doen, zeg maar. Ja. Ja, jullie als dorpsraad mag je dus zelf het park beheren. Waarom gekozen voor een fruitboomgaard en een schaapskudde? Omdat het bij het dorp past. En wij willen als dorpsraad en als stichting Het Elders Landschap gewoon vooral het dorpskarakter behouden, versterken. En daarom is gekozen voor fruitboomgaarden, want het was hier natuurlijk oorspronkelijk zo. En voor schapen in de velden. Ja, dus het past bij een dorp. Het is het versterken van het dorp, zeg maar. We hebben vandaag de schapen gebracht inderdaad. Vanaf het Velpenbroek zijn ze deze kant op gekomen vandaag. Ja, leuk zo'n initiatief hier? Wij vinden het hartstikke leuk. We zijn via zijn we zeg maar op het spoor gekomen. Iemand die vroeg ons van, nou, willen jullie daar aan meewerken? En daar hebben we eigenlijk heel kort over na hoeven denken. Dat de combinatie van het samenbrengen van landbouwhuisdieren en kinderen en deze locatie, ja, dat heeft ons doen besluiten om hier gewoon onze medewerking aan te gaan verlenen. Dus erg leuk. Wat voor type schapen zijn het nou? We hebben de Velus heideschaap meegenomen en het Drentse heideschaap. Ja, wat zijn nou karakteristieken van die 2 soorten? Het Drentse heideschaap dat heeft horentjes, is wat kleiner. En het Velus heideschaap heeft geen horens en is relatief groter. Ja, vanmiddag ook even een kleine demonstratie van hoe je de schapen drijft met een hond. Ja, inderdaad. We gaan een kleine show geven. Inderdaad, hoe de border collie samenwerkt met het schaap. En het ziet er goed uit, hè? Het weer? Ja, maar ook het drijven. Jazeker. Ja, dit zijn ervaren werkhonden. En we hebben er heel wat uurtjes in gestoken. En dus die komen goed, die helpen goed mee. Leuk dat hier een nieuwe schaapskudde is gekomen. Ja, heel leuk. We hadden ze vorig jaar ook al, maar nu hebben we allemaal vrouwtjes. En dat is toch weer wat anders. Ja, hoe komen jullie er zo bij om die dieren te gaan verzorgen? Ja, ik ben zelf gevraagd door Lianne. En via andere meisjes is het weer doorgekomen. En daardoor hebben we steeds meer meiden gekregen die gaan verzorgen. Ja, wat is er nou zo leuk aan? Nou, ik ben zelf heel erg dol op dieren. En ik ben er ook heel graag mee bezig. En ik ben graag buiten. Dus ik vind het heel leuk om met deze beesten betrokken te zijn. Ja, vorig jaar hebben ze ook al een maand of 4 rondgelopen. Heb je toen ook meegeholpen? Ja, ik heb vorig jaar ook meegeholpen. Jullie zijn hier met een groep meiden en jullie doen het in ploegendienst? Ja, we doen het in 1 groep van 3 en 1 groep van 4. En dan elke dag even langs? Ja, een week lang elke dag langs en dan is de andere groep. En dat dan dus om de week ga je een week lang elke dag er langs. Het lijkt lastig om de nieuwe kade in Arnhem te vernieuwen. Geregeld stuit de aannemer op harde obstakels in de bodem, waarschijnlijk de fundamenten van de oude kade. Hierdoor lukt het niet om de damwanden diep genoeg te plaatsen om het Rijnwater goed te kunnen keren. De komende weken probeert de aannemer met een kraan de obstakels weg te graven en met een drukstelling de damwanden de grond in te drijven. De gemeente Lingewaard wil nog dit jaar flink geld binnenhalen met de verkoop van onroerend goed. En in eerste instantie zal erbij gemikt worden op het overdragen van grote gemeentelijke accommodaties aan plaatselijke verenigingen. Deze clubs moeten verenigd in een stichting het betreffende gebouw dan overnemen. Verantwoordelijk wethouder Dolmans denkt daarmee enerzijds de gemeente te kunnen verlossen van achterstallig onderhoud en anderzijds verenigingen die onderdak zoeken een gebouw te kunnen bieden. Zodra er een concreet plan is, informeert hij de gemeenteraad erover.
Tour du ALS is een actie waarbij deelnemers geld bijeenbrengen waarmee zij een bijdrage leveren aan de strijd tegen ALS. De Tour du ALS is in slechts een half jaar tijd opgezet. Onder het motto Samen trappen we ALS de wereld uit wordt op één dag de Mont Ventoux meerdere malen beklommen. Leraar van het Over Betuwe College in Bemmel, Guus Sanders, fietst dit jaar mee voor de ziekte ALS. Hij beklimt 3 maal de berg op 3 verschillende manieren. De laatste tocht wordt ook wel benoemd als Maloot van de Kale Bergen. Ik ben nu 6 weken aan het trainen. 6 weken en iedere week maak ik zo'n beetje 200 kilometer. Dat is aardig wat kilometers. En allemaal hier in de omgeving? Ja, ik ben 1 weekend in Limburg geweest met de Amsterdam Gold Race. We hebben in Limburg 200 kilometer gefietst. En voor de rest hier in de regio. En dan de regionale heuveltjes opzoeken bij Groesbeek en bij Arnhem Postbank. En voor de rest vlak. Oké, en hoe bereidt u zich verder voor? Ik let een beetje op de voeding. Ik ben een paar kilo lichter geworden alweer, afgetraind. Ja, voor de rest ook voldoende rusten. Ik heb een medische test gehad en die was heel goed. Dus dat geeft dan ook wel een hoop zelfvertrouwen. Want ik ga de bergen 3 keer op. Ja. Ik ben dan een maloot van de Kale Berg. Dus ik denk wel dat het goed gaat komen. Oké. En is het de eerste keer dat u de berg op gaat fietsen? Ik heb de berg al eens eerder op gefietst, op vakantie altijd. Maar dan kies je altijd een dag met mooi weer uit. En dan fiets je hem 1 keer en dan is dat genoeg. Dus ik ken de beklimming wel van alle 3 de kanten, maar op 1 dag, nee, nog nooit gepresteerd. Oké. En uw fiets voor de stichting ALS, heeft het nog een speciale reden? Nou, ik ben docent op het OBC College in Bemmel. En ik heb daar 2 jaar geleden, is daar moeder van een mentorleerling van mij, is overleden aan ALS. En dat heeft me toen zo aangegrepen, zo opgepakt, dat ik altijd het idee had van, ik wil een keer iets terug doen, iets doen dat ALS, dat bleef me in mijn hoofd spoken. En toen hoorde ik vorig jaar dat de tocht voor het eerst gehouden werd. Dus toen dacht ik van ja, daar moet ik dit jaar bij zijn. Dus ik heb me opgegeven. Vrijgekregen van school, die stonden er volledig achter. Ik heb op school een aantal workshops gegeven aan leerlingen. Leerlingen zijn enthousiast, collega's zijn enthousiast. Dus we gaan ervoor. En krijgt u ook nog support van de school uit? Hoe bedoel je sport? Sponsoring. Ja. Ik heb een hele dag in de activiteitenweek die presentaties, die workshops verzorgd. En daar krijg ik dus inderdaad ook een vergoeding voor. Want ze zeggen gewoon van ja, als wij externe mensen in moeten huren, dan kost dat ook geld. Dus daar krijg ik ook een x-bedrag voor. Oké. En heeft u voor de rest nog veel sponsors weten te machtigen? Je bent dus verplicht om €1500 aan sponsorgeld binnen te dragen, of aan te dragen. En ik zit nu op 1033. Dus ik heb wat acties lopen nog. Dus daar gaat het goed komen. En wat hoopt u uiteindelijk binnen te halen? Nou, 1500, dat gaat makkelijk lukken. Ik denk eigenlijk dat het meer richting €2000 gaat. Oké. Dat wel gaat lukken. Dus ik ben positief gestemd. En ik merk ook mensen om me heen. Ik heb nu binnenkort weer een wijnproeverij voor de club. En ik heb gewoon wat acties lopen. Die bandjes die gaan nu ook heel erg onder de leerlingen. Dus ik probeer zoveel mogelijk binnen te halen. Het goede doel. Op 7 juni start de Tour du ALS. Voor meer informatie kijk op www.tourduals.nl.